naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag neem ik jullie mee naar de kortste vers in de Bijbel. Het zijn twee woorden. En deze twee woorden geven eigenlijk heel mooi weer wat voor emoties Jezus had. Of wat voor emoties Jezus toonde toen hij hier op aarde was voor ons als mens. En voordat ik de vers verklap, of voordat we daarheen gaan, wil ik het eigenlijk met jullie hebben over de vier basisemoties die wij als mensen kunnen hebben. Dus dat zijn de emoties waarop eigenlijk alle andere emoties gebaseerd zijn. En die kan je heel makkelijk onthouden, want dat gaat over vier B's. De eerste is bang, de tweede is bedroefd, de derde is boos en de vierde is blij. Dus bang, bedroefd, boos en blij. Vier B's die je makkelijk kan onthouden. En de vers die we vandaag, als we die apart bekijken, dan zou die bij al deze emoties kunnen passen. Deze vers staat in Johannes, het evangelie van Sint Johannes, hoofdstuk 11, vers 35. En daar staat eigenlijk alleen maar Jezus weende. Wenen is een ouderwets woord voor huilen. En zoals jullie eigenlijk allemaal weten, kan je natuurlijk bij alle emoties die je ervaart, zou je kunnen huilen. Je kan huilen als je blij bent, je kan huilen als je bedroefd bent, je kan huilen als je boos bent. En je kan huilen als je bang bent. Dus op zich, aan deze twee woorden, kunnen we niet zien wat er eigenlijk aan de hand was in het verhaal. De context van het verhaal is daarom heel erg belangrijk. Als we de Bijbel lezen, dan kan je een vers niet alleen maar pakken en dan zeggen van God, dat is wat er staat en dit is wat er betekent. Maar laten we even kijken naar wat er gebeurde rondom deze vers in het verhaal. Jezus weende omdat een van zijn beste vrienden in die tijd, Lazarus, was overleden. De Heer Jezus wist wel dat Lazarus zou overlijden. Dus het was geen verrassing dat Lazarus er niet meer zou zijn die dag. Lazarus was ziek en mensen hadden Jezus gewaarschuwd van tevoren. En ze hadden tegen hem gezegd van, luister, Lazarus is ziek en ze roepen om je. Dus zijn zussen, Maria en Martha, die roepen om je. En ze willen graag dat je naar ze toe komt in Betanië om Lazarus weer beter te maken. En Jezus had toen gezegd van, nou ja, eigenlijk ga ik niet terug. Ik ga er niet heen. Deze ziekte van Lazarus is er niet zodat hij zou sterven, maar zodat God verheerlijkt wordt in hem, zodat mensen dat kunnen zien. Dus nadat Jezus had gehoord dat Lazarus ziek was, is hij nog 2 dagen gebleven zonder terug te gaan naar Betanië om hem te genezen of bij hem te zijn in de laatste dagen. Daarna is Lazarus overleden en toen is Jezus teruggegaan en kwam hij eigenlijk terecht in de rouwperiode van Lazarus. Lazarus die was begraven en hij was daar en iedereen was heel erg verdrietig. Dus Martha, Maria, maar eigenlijk ook iedereen daaromheen. Iedereen was heel erg verdrietig dat Lazarus was overleden. En dan staat er dus eigenlijk heel erg mooi dat Jezus bewogen was in zijn geest. Dus zijn geest, daar gebeurde iets mee. Er gebeurde iets waardoor in vers 35 dus staat dat hij moest huilen. En dat is heel erg mooi, want waarom huilde hij? Hij was beroerd in zijn geest, hè? Hij was geroerd door wat er was gebeurd. Maar kwam het omdat hij verdrietig was? Kwam het omdat hij bang was? Kwam het omdat hij boos was? Kwam het omdat hij blij was dat Lazarus was overleden? En het mooie hieraan is dat Jezus wist dat Lazarus niet zou sterven. Dus dat stukje bedroefd zijn, dat was er eigenlijk niet echt om Lazarus. Hij was vooral heel erg bedroefd of geroerd om de droefheid van mensen om hem heen. Want de mensen om Jezus heen hadden heel veel verdriet. En er waren ook mensen boos van, goh, we hadden je geroepen en je bent niet gekomen. Je bent nog 2 dagen, heb je ons laten wachten. Terwijl dit voorbij had kunnen zijn, terwijl Lazarus beter had kunnen zijn. Dus er waren mensen, mensen hadden allemaal emoties en Jezus leefde mee met al deze emoties. Dus dat Jezus weende, dat had vooral te maken met medeleven. En dat stukje bedroefdheid, Jezus was ook bedroefd dat mensen dat stukje geloof niet meer hadden. Want hij had al gezegd, Lazarus zal niet sterven. En nou is dat natuurlijk heel erg moeilijk te interpreteren, hè? Want Lazarus was al dood. Dus wat bedoelde Jezus daar dan mee? Waarom snapten ze dat niet? En eigenlijk is het heel erg mooi om te zien hoe Martha, de zus van Maria, daarop reageerde. Want die zei van, nou, u bent er nu en wat je ook doet, we weten dat wat jij ook zal zeggen, zal gebeuren. We zijn niet bang. En dat is ontzettend krachtig eigenlijk. Dus in haar verdriet had ze nog steeds dat vertrouwen in God.
En God heeft er wel een handje van soms om ons te laten wachten tot het te laat is. Totdat we denken van oké, het is nu klaar, het is voorbij, het zal nooit meer goed komen hierna. Dus het moment dat Lazarus al zeg maar in ontbindende staat in het graf lag, dat was eigenlijk voor ons menselijke oog was het al te laat om nog iets te doen. En vaak voelt het voor ons ook zo. Als wij iets meemaken in ons leven, dan denken we vaak van God is me vergeten, God heeft niet door hoe zwaar ik het heb en God wil me niet helpen. Terwijl eigenlijk in deze twee woorden, in de vers van vandaag, staat eigenlijk alles wat we zouden moeten weten. Er staat, Jezus weende. Dus als jij pijn lijdt, als jij het zwaar hebt, dan weet God waar je mee te maken hebt. God weet hoe zwaar je het hebt. God leeft met jou mee. Dus als jij moet huilen, dan moet God ook huilen om jouw verdriet. Niet omdat hij er niks aan kan doen of er niks aan wil doen, maar omdat hij het juiste moment afwacht, zodat jij geholpen kan worden op de manier die jij nodig hebt. Want Lazarus, nadat Lazarus uit de doden werd opgewekt, toen was het een groter wonder dan als Lazarus alleen maar ziek was geweest. Want die wonderen waren er ook zat. Maar de Heer Jezus had een plan met dit specifieke verhaal of dit specifieke beloop van het verhaal. Dus God grijpt in als het te laat is. God leeft met ons mee. En bedenk je altijd dat jij ook op heel veel momenten in je leven een Lazarus bent. Waarvoor het al te laat lijkt. Waarvoor het al hopeloos lijkt. Maar dat God altijd nog een plan heeft en dat hij met je meeleeft. Hij leeft met je mee. Hij is bedroefd om onze droefheid. Hij leeft mee met onze angsten en hij wil die allemaal wegnemen. Maar geef hem die kans en bedenk je dat je altijd een God hebt die groter is dan wat er ook in deze wereld gebeurt. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Eén God. Amen.